Goedemiddag en van harte welkom in de aula van de Universiteit Maastricht. Tijdens deze academische plechtigheid zal Dr. Stef Kremers door uitspreken van een inaugurele rede zijn ambt als bijzonder hoogleraar preventie van obesitas aanvaarden. De titel van de oratie is Obesitas preventie met pieken en dalen. Dr. Kremers, mag ik nu u vragen uw rede uit te spreken? Meneer de rector magnificus, leden van het college van toezicht, hooggeleerde gasten, beste collega's, familie, vrienden en overige aanwezigen, hartelijk dank voor uw komst naar Maastricht om mijn oratie aan te horen. In deze lezing ga ik u een weergave geven van mijn vakgebied, preventie van obesitas. Ik zal het vakgebied proberen te duiden door aan te geven welke richting we trachten te geven aan het onderzoek en aan de praktijk. En ondertussen zult u mij als persoon misschien ook een beetje beter leren kennen, want ik heb geprobeerd het verhaal dicht bij mezelf te houden. Ik vertel er waarschijnlijk geen nieuws als ik zeg dat overgewicht steeds vaker voorkomt. Waar begin jaren 80 nog 1 op de 3 Nederlanders overgewicht had, is dat inmiddels bijna de helft. Het aantal mensen met extreem overgewicht, oftewel obesitas, is zelfs verdubbeld. Met aanzienlijke verhoging van risico's op negatieve gevolgen voor de gezondheid. In dit plaatje grafisch weergegeven. U heeft zich vast wel eens afgevraagd wat nu de belangrijkste redenen van die toename in het voorkomen van overgewicht en obesitas zijn. En u heeft er waarschijnlijk best wel ideeën bij. Volgens mij heeft iedereen daar wel ideeën bij. Dat merk ik ook op feestjes en partijen. Dat is mooi, want het geeft aan dat het onderwerp leeft. In ieder geval voor de gemiddelde feestganger. Voordat ik ga proberen het nog meer te laten leven, neem ik u eerst even mee naar Waterval. Kent u dat? Waterval? Ja. Ik loop dan meestal heen als ik een stukje ga hardlopen. Het ligt op een steenworp afstand van Meersen en je waant je in Zuid-Duitsland. Tijdens zo'n tochtje gaan mijn gedachten wel eens terug naar onderzoek dat we in het verleden deden. Als ik dan terugkijk op het onderzoek dat we in de afgelopen 15 jaar hebben gedaan naar de oorzaken van de stijging van het voorkomen van overgewicht, dan er is een aantal duidelijke verschuivingen zichtbaar. 15 jaar geleden waren we, als het ging om gewichtsbeheersing, vooral geïnteresseerd in intensief gedrag en grote gedragsveranderingen, zoals flink zware beweegprogramma's en studies naar diëten, waarvan we ons later beseften dat ze onmogelijk op lange termijn vol te houden zijn. Gedrag dat het meest relevant is voor gewichtsstijging is echter niet zozeer gedrag waar we heel intensief mee bezig zijn, maar het verschil wordt juist gemaakt door alledaagse bezigheden, die zich vaak uiten in gewoonten. Die alledaagse bezigheden zijn nu dus primair onderwerp van onderzoek. En in plaats van ons te richten op specifiek gedrag, zoals het eten van fastfood of het gebruik van de auto in plaats van actievere vormen van transport, zijn we ons steeds meer gaan richten op gedrag dat bestudeerd wordt in termen van gedragspatronen, waarin verschillende gedragingen samenkomen met elkaar versterkende invloed op gewicht. En in plaats van alleen te kijken naar gedachten van mensen om te begrijpen hoe gedrag tot stand komt en beklijft, richten we ons onderzoek daar niet meer uitsluitend op, maar kijken we ook veel meer naar de rol die de omgeving speelt. En het geheel aan factoren speelt hierbij op een ingewikkelde manier samen. Dat we in ieder geval ten dele moeten begrijpen om op een succesvolle manier mensen te kunnen helpen om gemakkelijker hun gewicht op het door hen gewenste niveau te houden. Om mijn ideeën over dat samenspel beter te kunnen begrijpen, gaan we weer even naar Waterval. Aan het eind van Waterval, je bent bijna in Ulestraten, ligt een flinke heuvel. Hier ziet u het onding. Kijk, daar loop ik. Het is niet goed te zien, maar ik zal even proberen in te zoomen. Het heeft een aantal keren geduurd, moet ik zeggen.
voordat ik dat ding zonder stoppen kon beklimmen. Ik moest leren hoe die berg het beste te benaderen, maar ik moest ook in algemene zin fitter worden. Eerst maar eens tot de helft, daarna steeds een beetje verder. Er waren dagen dat het wat gemakkelijker ging dan de anderen. Dat had te maken met het weer, maar soms ook met mijn eigen gesteldheid. Bovendien heeft die heuvel niet op alle plekken hetzelfde stijgingspercentage. Op sommige stukken is je wat vlakker, een stuk daarna is je wat steiler, zodat de beklimming met horten en stoten lijkt te gaan. Op een gegeven moment lukt het. Ik was boven zonder te stoppen. En die heerlijke weg daarna, eerst vrij steil naar beneden, daarna kilometerslang vals plat, terug naar Meersen, leek als vanzelf te gaan. Waarom vertel ik dit nou? Wel, mijn ervaring met die heuvel en waterval lijkt erg op ervaringen van mensen die gezonder willen leven. Mensen die de dagelijkse patronen willen doorbreken, hun gewoonten willen veranderen. Dan is het vaak ploeteren, met faalervaringen en opnieuw proberen. De ene dag gaat het beter dan de andere. Soms heeft dat te maken met omstandigheden en soms met hun eigen gesteldheid. Het proces gaat niet geleidelijk, maar eerder met horten en stoten, met pieken en dalen. Maar als het dan lukt, zo vertellen bijvoorbeeld mensen die succesvol blijven 10% van hun lichaamsgewicht zijn kwijtgeraakt, komt er een punt waarbij de nieuwe balans is gevonden en het minder moeite kost om de nieuwe gedragspatronen vol te houden. Overigens spreken mensen die zo'n besluit hebben genomen om een gezondere leefstijl aan te nemen, vaak ook in termen die allesbehalve geleidelijkheid impliceren. Ik citeer. Ik deed het gewoon. Ineens viel het kwartje. Ik heb jarenlang aangeklooid en toen vielen de puzzelstukjes ineens op hun plek. In de populaire literatuur is dit fenomeen herkend. Het wordt het tipping point genoemd. Het omslagpunt. Een punt dat je bereikt aan de top van een heuvel. Waarna alles op de weg naar beneden ineens een stuk gemakkelijker gaat. Op dat punt heb je dan ook maar een klein duwtje nodig om in beweging te komen. Om tot aanpassingen in je leefstijl te komen. Dit beeld verklaart ook waarom gezondheidsbevorderende interventies bij veel mensen niet tot gewenste effecten leiden. Mensen op ieder ander punt in de beklimming dan het tipping point hebben vaak aan een kort of weinig intensief programma niet genoeg ondersteuning om de piek te overwinnen. Kleine duwtjes veroorzaken dan niet of nauwelijks beweging. Nou wil het geval dat de onderzoeksbenadering in het veld van obesitaspreventie, maar ook breder in de gezondheidsbevordering en gezondheidspsychologie, een wat ander beeld lijken te hebben van gedrag en gedragsverandering. Het lijkt meer op dit beeld. En dat is wel te verklaren. We zijn van nature geneigd om rechtlijnige verbanden te leggen tussen oorzaak en gevolg in de dingen en het gedrag dat we om ons heen zien. Dat maakt de wereld immers overzichtelijk. Zij is dik, dus zij is lui. We verliezen de wedstrijd, dus we hebben een slechte bondscoach. Hij heeft een jurk aan, dus hij zal wel slim zijn. We geven haar een duw, een stoot of een nudge en dan zal ze wel in beweging komen. Op een vergelijkbare manier zijn we geneigd om dingen die we zien uit de context te halen. Eens kijken of een proefpersoon in een laboratorium meer M&M's eet als het bakje dichter bij hem staat. Nuttig om te weten, zeker. Zulk onderzoek is ook echt nodig om de rol van specifieke elementen in de omgeving op ons gedrag beter te begrijpen. Maar niemand woont in een laboratorium. Tenzij je een labrador bent op de Universiteit Maastricht. Maar dat terzijde. In de echte wereld zijn er een heleboel andere factoren die ook mede bepalen hoeveel M&M's iemand eet in een bepaalde situatie. Als je die bergbeklimming en afdaling in het perspectief plaatst van een mensenleven, dan zou je Mount Waterval dus eigenlijk in een groter berglandschap moeten plaatsen. Het besef dat we op een andere manier moeten kijken naar gedrag begint de laatste jaren in te dalen in het onderzoek in het kader van preventie van obesitas. In plaats van het gedrag te beschouwen als een simpel, geleidelijk en lineair resultaat van specifieke invloeden, wordt het in toenemende mate gezien als een uiting van het samenspel tussen invloeden dat veel meer lijkt op een berglandschap dan op een biljartlaken. Het leven is als een berglandschap, met pieken en dalen. Die moet ik even uitleggen. Er is vandaag ook pers aanwezig. En in een gesprek met de afdeling communicatie van de universiteit werd mij verteld dat voor een goede weergave van je boodschap je eigenlijk het beste zelf de kop kunt aanleveren. Dus bij deze, u kunt meeschrijven. Die metafoor die ik probeer te zoeken in zo'n berglandschap
Heb ik overigens niet zelf bedacht. Dat zogenaamde attractorlandschap is een begrip in onderzoeksvelden waarin zogenaamde systeemtheorieën worden gebruikt om problemen op te lossen die niet lineair van aard zijn. En een heleboel problemen zijn niet lineair van aard. Dus worden systeemtheorieën in een breed scala aan wetenschapsgebieden succesvol toegepast. Zoals in de scheikunde, natuurkunde, celbiologie en neurowetenschappen. Keer op keer blijkt dat dat balletje zich het prettigst voelt in een vallei. Daar ligt het lekker rustig. Vertaald naar menselijk gedrag betekent dat geen verandering. Dingen doen die je altijd doet. Gewoonte. Doorbreken van die gewoonte kost moeite. Het balletje moet immers in beweging komen. Om oude gewoonten af te leren en nieuwe aan te leren, zal een piek moeten worden overwonnen. Voordat het balletje relatief eenvoudig rolt naar de volgende vallei. Nou heb ik misschien makkelijk praten met die geslaagde beklimming van die heuvel en waterval. Ik heb namelijk wel iets van externe motivatie in mijn thuissituatie. Ik heb namelijk een vrouw die regelmatig tennist of met Sean T staat te hip op epsen. Ik zal het niet precies proberen gaan uitleggen wat dat is. Maar het is in ieder geval flinke concurrentie, zoals u ziet. Ik moet natuurlijk wel een beetje bijblijven om zo iemand partij te kunnen geven. Dus druk van buitenaf en toegegeven ook wel een beetje steun. Maar het belangrijkste is dat ik van jongs af aan sportief ben geweest. Van jongs af aan heb ik de lol van sporten geleerd en meegekregen. Ik heb de techniek en fysiek ontwikkeld die die heuvel voor mij relatief vlak maakt. Zeker als je dat vergelijkt met mensen die we bijvoorbeeld tegenkomen in het kader van leefstijlinterventies in de eerste lijns gezondheidszorg. Zij zijn in een vicieuze cirkel terechtgekomen, waarbij hun fysieke gesteldheid bewegingsarmoede in de hand heeft gewerkt. Hun emotionele gesteldheid heeft geleid tot de consumptie van energiedichte voeding, hetgeen leidt tot een nog slechtere fysieke gesteldheid. Bovendien hebben ze vaak veel faalervaringen gehad bij eerdere pogingen om af te vallen. Niet in de laatste plaats omdat goedbedoelende zorgverleners hen een nieuw, maar onhaalbaar leefpatroon hebben opgelegd, dat weliswaar op korte termijn goed te doen is, maar waar men uiteindelijk toch op het gezicht is gegaan. Men wordt als het ware getackeld. De intrinsieke motivatie, de lol, om te bewegen en gezond te eten is dan tot een nulpunt gedaald. En die berg wordt dan oneindig hoog en onnoemelijk steil. Waar het mij in mijn eentje nog lukte om mijn programma zodanig op te stellen om de Mount Waterval te overwinnen, hebben deze mensen vaak meer nodig dan een goed advies om terugval in oude gewoonten te voorkomen. Als die duwtjes in de vorm van voorlichting en counseling niet altijd werken, wat is dan de link tussen dat landschap met pieken en dalen en obesitaspreventie? Wel, met preventie kunnen we die berg minder steil maken. We kunnen de omgeving zodanig inrichten dat mensen niet zoveel moeite hoeven te doen om gezonde gedragskeuzes te maken en vol te houden. De gezonde keuze de gemakkelijkste keuze maken, is een gevleugelde term die daarop slaat. Maar ik noemde ze juist niet voor niets het feit dat ik jong geleerd heb om actief te zijn. Veel inspanningen binnen obesitaspreventie zijn gericht op jonge kinderen. Jong geleerd is oud gedaan. Kinderen die gezond gedrag aanleren, hebben het op latere leeftijd gemakkelijker om dat ook te doen. De berg wordt een heuveltje. In feite wordt het landschap waar een individu zich in zijn leven doorheen verplaatst al op jonge leeftijd in de basis gevormd. Uiteraard is de definitieve vorm afhankelijk van allerlei keuzes die het individu in het leven maakt of hem overkomen, maar de contouren staan vast. Een kind dat opgroeit in een ongezonde omgeving schept contouren van een landschap dat lijkt op de Pyreneeën. Terwijl een kind dat opgroeit in een gezonde omgeving wordt geplaatst in een landschap dat lijkt op Zuid-Limburg. Ja, dan lijkt de keuze makkelijk. Dat is natuurlijk een grapje, maar het geeft wel aan waarom wij het zo belangrijk vinden om in de preventie van obesitas veel aandacht te geven aan jeugd. Wie bepaalt dan in essentie de contouren van dat landschap voor de kinderen? De ouders. Vandaar ook dat wij in ons onderzoek in het kader van preventie van obesitas bij kinderen zwaar inzetten op de rol van die ouders. Ouders willen het beste voor hun kind. En we proberen inzicht te krijgen in hoe we die ouders het beste kunnen helpen bij de vorming van die gezonde omgeving. Daarvoor proberen we in kaart te brengen wat ouders kunnen doen om het voedings- en bewegingsgedrag van hun kinderen gunstig en blijvend te beïnvloeden. Om zodoende programma's te kunnen verbeteren om ouders, bijvoorbeeld van kinderen met beginnend overgewicht, te helpen bij het ondersteunen van hun kind naar gezondere gedragskeuzes. En alle kleine beetjes helpen dan.
Daarmee kom ik op een punt waar ik al tijden tegen ageer. En het is er eentje waarvan ik moet toegeven dat ik die vooral bij gezondheidsbevorderaars zie. De neiging om normatief te denken. Je hebt goed gedrag en je hebt slecht gedrag. Ingegeven door normen die wij als wetenschappers daar zelf over hebben opgesteld. Gemiddeld 35 minuten per dag bewegen, prima. Niets meer aan doen. Gemiddeld 25 minuten per dag bewegen, slecht. Want dat is niet een half uur. Waarom zou het niet hartstikke goed zijn van iemand die ervoor heeft gekozen om voortaan de fiets naar het werk te pakken en een inactief bestaan in te ruilen voor 25 minuten beweging per dag? En waarom zou het niet goed zijn voor iemand die 35 minuten per dag beweegt om positieve veranderingen in zijn leefstijl aan te brengen? Hetzelfde geldt voor de consumptie van die ene dagelijkse banaan van iemand die jarenlang had afgeleerd om überhaupt fruit te eten. Op het gebied van preventie van obesitas geldt, normen zijn waardeloos. Voor de pers, de woordgrap krijgt u, dat is gratis bij. De omgeving waarin wij gedragskeuzes maken, de context, verschilt van persoon tot persoon. In gedragswetenschappelijke termen hebben we het dan over moderatoren. Onderzoek dat wij uitvoeren, gericht op die moderatoren, probeert in kaart te brengen welke factoren de stijgingsgraad van die berg bepalen. Onderzoek naar de modererende rol van contextuele factoren is niet eenvoudig. Laat staan het uitleggen daarvan in een oratie, maar ik ga het toch proberen. Waarschijnlijk is de complexiteit van die materie overigens onderdeel van de oorzaak van een schrijnend tekort aan onderzoek op dit gebied. Daar willen wij verandering in brengen. Het gaat hier om de zogenaamde hogere orde moderatie. Een van de basisaannames van ecologische theorieën van gedrag. Hogere orde moderatie houdt in dat factoren die verder van een persoon staan, de impact van invloeden die dichterbij de persoon staan, kunnen beïnvloeden. Ingewikkeld. Geen nood. Masterstudenten hebben meer dan de paar minuten die ik hier aan nu ga besteden nodig om het te begrijpen. Maar ik ga toch mijn best doen om het principe van hogere orde moderatie te verduidelijken. Vooral ook omdat het een heel belangrijk proces is om de obesitasproblematiek te begrijpen en vooral om er wat aan te doen. Hogere orde moderatie houdt dus in dat factoren die verder van een persoon staan, de impact van invloeden die dichterbij de persoon staan, beïnvloeden. Stel, u bent ouder van een kind van 8 jaar die u minder gesuikerde dranken wil laten drinken. Op deze slide ziet u aangegeven hoeveel suikerklontjes in ieder van de verpakkingen zit. U dacht altijd dat pakje Wiki dat u aan uw kind meegaf naar school, dat best gezond was. Er stonden immers vruchtjes op de verpakking. Inmiddels weet u beter. En u besluit om dat pakje te vervangen door een flesje water. Immers, de enige reden dat uw kind drank meekrijgt naar school, is dat het voldoende vocht binnenkrijgt. Wel, dat zit in water. U komt erachter dat op weerstand stuit van uw kind. U zult u moeten putten uit uw opvoedingsvaardigheden om deze nieuwe regel door te voeren. Wat gebeurt er? Kind gaat naar school en vindt daar haar vriendinnetje, we noemen haar even Kim, met een pakje Wiki. En uw kind komt thuis met veel weerzin tegen het meegenomen water. Dat doe ik dus echt niet meer. Het was toch wel gemakkelijker geweest als de ouders van Kim hetzelfde waterbeleid hadden ingesteld. Wel nu, de regels van die ouders van Kim zijn een hogere orde moderator. De ouders van Kim staan wat verder van uw kind af, maar bepalen toch mede het succes van uw gedrag. De school van uw kind is ook zo'n factor. Uw gedrag zou waarschijnlijk veel succesvoller zijn als de school zou besluiten om een waterbeleid in te stellen. De school is in dit geval dus ook zo'n hogere orde moderator. Een hogere orde moderator kan dus de stijgingsgraad van een berg beïnvloeden. Als de context meewerkt, wordt de berg minder steil. Nu wil echter het vervelende geval dat die context meestal niet meewerkt. Het stikt in het obesitasveld van de hogere orde moderatoren. En de meeste daarvan maken de berg alleen maar steiler in plaats van vlakker. In de literatuur wordt dat ook wel de obesogene omgeving genoemd. Een omgeving die ervoor zorgt dat de gemakkelijkste keuze de ongezonde keuze is. Dan hebben we het bijvoorbeeld over scholen zonder gezondheidsbeleid, gebrek aan vakleerkrachten voor de gymles, maar ook aan de McDonald's op de hoek, energiedichte voeding op ooghoogte in de supermarkt, misleidende labeling van voedingsproducten en gebrek aan stimulerende beweegomgevingen. Een belangrijk doel van obesitaspreventie is volgens mij dus ook om die hogere orde moderatoren gunstig te beïnvloeden. We moeten proberen het attractorlandschap bij te schaven om het ploeteren te verminderen, gunstig automatisme te bevorderen, het tipping point
dichterbij te brengen. En dan te bestuderen welk impact dat landschap, die context, heeft op het gedrag. En wat blijkt uit dergelijke studies? We kunnen die context het beste beschrijven als wicked. Een context die wicked is, is moeilijk te vatten. Het is moeilijk terug te brengen tot één of slechts enkele doorslaggevende factoren. Dat is typisch voor de obesogene omgeving. Je wordt niet dik van een onveilige speelplek. Van het ontbreken van een gezond trakteerbeleid op school. Of van een fastfoodrestaurant in de buurt. Maar het gaat juist om de samenspel tussen al die factoren. En dat maakt het wel ingewikkeld voor besluitvormers in het politieke domein. De persoon die wat te zeggen heeft over de vestiging van fastfoodrestaurants heeft totaal geen zeggenschap over de veiligheid in de wijk. En ook niet over het trakteerbeleid op school. Deze gedeelde verantwoordelijkheid leidt niet zelden, maar ook verklaarbaar tot een gebrek aan visie, daadkracht en tot besluiteloosheid. Voordat ik u nog verder het dal in praat, stop ik hier even met de belofte dat ik straks mijn ideeën geef over hoe beleid ten aanzien van de preventie van obesitas zou kunnen worden verbeterd. Ik noemde eerder al de termen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. De manier waarop iemand gemotiveerd is om gedrag te veranderen bepaalt namelijk in grote mate of men erin slaagt om de gedragsverandering vol te houden. Het gaat hier niet zozeer om hoeveel, kwantiteit dus, lineair, maar om hoe men gemotiveerd is om het gedrag te veranderen, kwaliteit. We hebben bijvoorbeeld laten zien dat de geuite kwantiteit van motivatie, ja dokter, ik ben heel gemotiveerd om gezonder te gaan leven, gedragsbehoud veel slechter, lees niet, voorspelt dan een veel minder hoge, maar wel kwalitatief betere motivatie. Ik zou heel veel genoegen halen uit een gezondere leefstijl, maar ik twijfel of het me lukt. Dit laatste type persoon kan dan meer gebruiken dan een goed advies, waarover ik het eerder had. In de praktijk testen we nu of een zogenaamde leefstijlcoach daarin zou kunnen slagen. Hopelijk verbaast het u naar het voorgaande niet als ik zeg dat zo'n leefstijlcoach meer moet zijn dan iemand die goed is in, laat ik het maar even, traditionele counseling noemen. Natuurlijk, de coachingstijl is een kerncompetentie die belangrijk is om mensen te ondersteunen bij leefstijlverandering. Maar dat is lang niet alles. Een leefstijlcoach die te maken heeft met cliënten die zich bewegen, of juist niet bewegen, in een enorm bergachtig landschap, want dat is typisch het geval bij mensen met overgewicht, moet ook andere capaciteiten hebben om de cliënt te ondersteunen in de beklimming. Een kleine greep uit de eerste resultaten van een studie die we nu in opdracht van zorgverzekeraar CZ uitvoeren. Motiverende gespreksvaardigheden, sociale omgeving kunnen mobiliseren, de link tussen het zorgdomein en het publieke domein kunnen leggen, contacten zoeken en onderhouden met lokale beweegaanbieders, gemeenten, diëtisten, huisartsen. Vaardigheden die niet in de traditionele training van hulpverleners zitten. Daarin dienen, door de erkenning van de multifactoriële aard van de obesitasproblematiek, hoogst noodzakelijke veranderingen te komen. Mensen die zich in het zorgdomein gaan bevinden, dienen te worden getraind in het verbeteren van inzicht in en het in kaart brengen van het attractorlandschap van een cliënt. En in vaardigheden om relevante spelers in het publieke domein te identificeren en te benaderen. En training van mensen die worden opgeleid tot een functie in het publieke domein, om gezondheidsgedrag en gezondheidsbevorderende programma's te kunnen beschouwen als onderdeel van het systeem waarin de doelgroep zich beweegt. Maar ook om samenwerking te bevorderen in ondernemerschap. Vandaar ook dat ik blij ben dat ik het onderzoek binnen mijn leerstoel mag uitdragen in verschillende bachelor- en masterstudies van de Universiteit Maastricht. Op dit moment leveren we een bijdrage aan de bacheloropleidingen binnen gezondheidswetenschappen en geneeskunde en binnen masteropleidingen Health Education and Promotion, Work Health and Career en Health Food Innovation Management door middel van bijdrage aan het regulier onderwijs en begeleiden van stages en door middel van gastcolleges bij andere onderwijsinstituten. Het zal u niet verbazen dat ik in dat onderwijs het belang van een systeembenadering, maar ook van samenwerking en integratie benadruk. Dat brengt me op de paden die we willen gaan bewandelen binnen de leerstoelgroep. Ten aanzien van het onderwijs heb ik u kort mijn ideeën geschetst. Ik kan hier uiteraard niet uitputtend zijn over de andere paden, maar ik wil wel graag in het laatste deel van mijn reden enkele zwaartepunten benoemen voor zowel onderzoek, praktijk als beleid. De eerste is de zogenaamde integrale aanpak. Wat ik in de praktijk vaak zie, is dat stand-alone programma's, soms hele mooie programma's, worden geïmplementeerd in een setting zonder dat daarbij wordt aangehaakt vanuit andere settings.
Geïsoleerde activiteiten vinden plaats zonder mogelijkheden om door te stromen naar verbredings- of verdiepingsactiviteiten. Versnippering dus. Dat is schieten met losse vlodders. Ik zeg altijd maar zo, versnippering is als confetti met carnaval. Je hebt er even plezier van, maar aan het eind van de avond stinkt het naar bier. Mensen die carnaval vieren weten hoe dat eruit ziet. Wout zei, niet grappig. Hij kent zijn vader beter. Voorkomen van versnippering vereist visie op overkoepelend vlak. Structurele en planmatige agendering is nodig om te voorkomen dat uitvoerders het idee krijgen dat inspanningen over een paar jaar weer voor niets zijn geweest. We zien dat vaak wordt vervallen in een implementatie van impulssubsidies. Een kortstondige boost met een duidelijke einddatum. Dat is geen stimulering van een integrale aanpak, die kost namelijk tijd en investering. Maar dat is stimulering van versnipperde stand-alone activiteiten. Even een kortdurende piek, waarna het balletje weer terugrolt naar het dal. Alles gebeurt weer op de oude manier. Om een geïntegreerde en integrale preventie van obesitas te bewerkstelligen, zal samenwerking gezocht moeten worden tussen relevante partijen in het gezondheidsdomein, maar ook daarbuiten. Publiek-private samenwerking valt daar wat mij betreft ook onder. Elkaars kennis, vaardigheden en mogelijkheden moeten worden benut. Binnen het consortium Integrale Aanpak van Overgewicht doen we onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren in het kader ten aanzien van de preventie van obesitas bij jeugd. En als daar iets duidelijk uit blijkt, is dat de integrale aanpak niet eenvoudig is. Maar we zien ook pareltjes die in meerdere opzichten positief stemmen over de aanpak. Gebaseerd op een mooi voorbeeld in Frankrijk, EPODE, wordt nu in Nederland in een toenemend aantal gemeenten gewerkt volgens de JOG-methode. JOG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht en ondersteunt gemeenten in het proces om tot de hoognodige integrale samenwerking te komen. Achter mij ziet u de resultaten van EPODE, even verbluffend als inspirerend. De paarse gestippelde lijn geeft de ontwikkeling aan in gemeenten waar alleen versnipperde activiteiten plaatsvonden. De rode doorgetrokken lijn weerspiegelt de ontwikkeling in gemeenten die vanaf de jaren 90 geleidelijk aan een integrale aanpak van overgewicht bij kinderen hebben geadopteerd. In het plaatje zie je dat het tijd kost, maar ook hoe effectief het kan zijn. Maar ook in Nederland wordt nu in een paar gemeentes, waar relatief zwaar wordt ingezet op de integrale aanpak van overgewicht, mooie resultaten geboekt. Op deze slide ziet u dat het percentage overgewicht van basisschoolkinderen nogal verschilt tussen de verschillende steden, Zwolle, Utrecht en Dordrecht. In dit geval ook mede veroorzaakt doordat de gegevens uit Zwolle een weergave zijn van alle wijken in de stad, terwijl de figuren voor Utrecht en Dordrecht zijn gebaseerd op een gerichtere aanpak in wijken waar overgewicht vaker voorkomt. Maar wat in alle drie de steden te zien is, is een afname in het percentage basisschoolkinderen met overgewicht. Dat lijkt dus op een trendbreuk en stemt hoopvol voor de werkzaamheid van de benadering die men heeft gekozen. De integrale aanpak is dus zo'n bergpad dat we zeker verder gaan bewandelen. Een andere, daaraan gerelateerde, is de verbinding tussen preventie en zorg. Preventie en zorg worden ten onrechte gezien als twee afzonderlijke werelden. Nu hebben we dat in Maastricht onderkend, hetgeen onder andere heeft geleid tot een fusie tussen de faculteiten gezondheidswetenschappen en geneeskunde, als mede de inkadering van zowel preventie als zorg binnen het Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus. Dat laatste is nog niet het grootste succesverhaal dat ik ken, maar het is een stap in de goede richting. Zeker voor wat betreft de preventie van obesitas. Het vakgebied preventie van obesitas laat zich immers niet vangen in het hokje preventie of het hokje zorg. Het kan zich immers uit in alle vormen van preventie, zoals hier te zien is in de preventiepyramide. Universele preventie is gericht op de algemene populatie. Selectieve obesitaspreventie is gericht op een deel van de bevolking met verhoogd risico op het ontwikkelen van obesitas. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan programma's die speciaal gericht zijn op de zogenaamde achterstandswijken. Geïndiceerde preventie is gericht op individuen die bijvoorbeeld wel overgewicht hebben, maar geen obesitas.
terwijl zorggerichte preventie zich bijvoorbeeld in een ziekenhuissetting richt op het monitoren en behandelen van mensen met obesitas. Voor elke willekeurige populatie, neem een schoolklas, zou een sluitende ketenaanpak beschikbaar moeten zijn. Universele preventie, bijvoorbeeld in de vorm van een schoolprogramma. Selectieve preventie, gericht op kinderen die wonen in een achterstandswijk. Geïndiceerde preventie, gericht op ouders van kinderen met overgewicht, die zich hebben aangemeld voor een groepsinterventie. En zorggerelateerde preventie vanuit een kinderobesitaskliniek. Let wel, deze preventieve activiteiten zijn effectiever en efficiënter als bij iedere vorm van preventie verbindingen worden gelegd tussen het publieke domein en het zorgdomein. Zoals ik eerder heb benoemd toen ik de kerncompetenties van de leefstijlcoach besprak. Ten slotte wil ik nog even terugkomen op de onderzoeksbenadering die we toepassen als invulling van mijn leerstoel. De onderzoeksbenadering die we binnen onze leerstoelgroep hebben is voortdurend in ontwikkeling geweest. Ik ben er blij om en trots op dat wij op veel van die gebieden die ik aan het begin van mijn reden heb geschetst, internationaal worden gezien als voorlopers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit reacties op de werkvloer, maar gelukkig ook uit citatie en downloadgegevens van artikelen die we hebben gepubliceerd over onze benadering en het feit dat het op veel plekken wordt gebruikt als onderwijsmateriaal. Maar we zijn er nog niet. Ik hoop dat ik in het voorgaande duidelijk heb kunnen maken dat er een noodzaak is tot een sterkere verschuiving in de richting van een focus op moderatoren. Maar ook van kwantiteit van motivatie naar kwaliteit van motivatie. En onderzoek naar systemen. We zijn aardig op dreef, maar er zijn ook nog flink wat pieken te overwinnen in het onderzoeksland. Waar we nog winst kunnen behalen is het leggen van dwarsverbanden naar andere onderzoekstradities. Dan denk ik bijvoorbeeld aan studies die we hebben uitgevoerd en nog steeds uitvoeren waarin we dwarsverbanden leggen met onderzoekstradities binnen de epidemiologie, sociale geografie, psychologie en humane biologie, geneeskunde, zorg voor chronisch zieken, bewegingswetenschappen. Maar ik denk vooral ook aan plannen die we hebben om deze lijn door te trekken naar neuropsychologie, ontwikkelingspsychologie en systeemonderzoek. En aan het voortzetten van bestaande samenwerkingsverbanden met andere universiteiten en hogescholen. Academische werkplaatsen, onderzoeksinstituten, private partners, verzekeraars en onderzoeks- en kennisinstituten. Ik besef me dat ik nu een beetje lijk op die voetballer die na de wedstrijd vertelt hoe goed de wedstrijd is gegaan, met alle sponsors op de achtergrond. Dat was ook ooit een droom, dus die pik ik maar mooi even mee. Het is eigenlijk een slide van niks, moet ik zeggen. Veel te vol en het heeft de schijn van namedropping en slijmerij. Bovendien zit er nu vast iemand in de zaal te vergeefs te zoeken naar zijn logo. Sorry daarvoor. Hierbij meteen een disclaimer dat die niet compleet is. Het mooie is wel dat van nagenoeg alle logo's die hier wel staan, ook vandaag mensen in de zaal zitten. Gezien de multifactoriële aard van obesitas en de integrale aanpak ervan die ik voorsta, is het aan de andere kant ook wel logisch dat die slide zo vol staat. Iedereen kan vanuit zijn achtergrond een bijdrage leveren aan een positieve beïnvloeding van het systeem. Daarbij moeten we de stap maken van systeem denken naar systeem doen. Ik denk daarbij aan modelleringsstudies en de toepassing van non-lineaire analysemethoden binnen het onderzoek dat we doen. Dus analysemethoden die tipping points kunnen detecteren en kunnen modelleren dat kleine veranderingen in het systeem kunnen leiden tot grote gedragseffecten. En andersom, grote veranderingen die geen effect hebben op gedragskeuzes. Daarbij moeten we ook groter durven denken en systeembenaderingen ook echt in het echt uitvoeren en testen. Onderzoek dient dan bij voorkeur te worden uitgevoerd op real-life interventies. Dus zonder bemoeienis en controle door onderzoekers en zonder een dwangmatige keuze voor ideale designs. In plaats daarvan moeten we ons richten op actiebegeleidende studies met optimale designs. Dan kun je denken aan natuurlijke experimenten, maar ook bijvoorbeeld aan toetsing van de kracht van die geïntegreerde systeembenadering versus de versnippering of losse flodders waar ik het eerder over had. En daar gebeurt echt al het een en ander in de praktijk. Dat volledig valt binnen de kaders van mijn droom van preventie van obesitas.
In ieder geval op papier ziet dat er gedegen uit. Maar het zou jammer zijn als we niets kunnen leren van de implementatiepraktijk door het identificeren van valkuilen, barrières en pareltjes door middel van onderzoek. Neem bijvoorbeeld JOC. Een van de pijlers van JOC is evaluatie. Het is een voorwaarde om te evalueren als je met JOC in zee gaat. Het is alleen zo jammer om te zien dat bij veel gemeenten die evaluatie wordt gezien als een sluitpost op de begroting. En op die manier dus inspanningen in het kader van de integrale aanpak van obesitas niet op waarde kunnen worden geschat. En dat er niet van de pieken en dalen die men tegenkomt in de praktijk kan worden geleerd. Evaluatie zorgt ervoor dat we de link tussen onderzoek, praktijk en beleid kunnen versterken. Dat we een brug kunnen slaan. Ja, die brug. Die had ik even nodig om een brug te slaan naar mijn dankwoord. Ik wil graag een woord van dank uitspreken aan ieder die het mogelijk heeft gemaakt dat ik hier kan en mag staan. In het bijzonder wil ik noemen de leden van het college van bestuur van deze universiteit, van de raad van bestuur van het MUMC Plus en van het college van toezicht. Ik dank hen zeer voor het door hen in mij gestelde vertrouwen. Twee personen wil ik daar specifiek in noemen. Nanne de Vries en Annemie Scholz. Nanne, als vakgroepvoorzitter en mentor heb je mij altijd veel vertrouwen gegeven en goed de weg gewezen binnen de muren van de universiteit, maar ook daarbuiten. Ik heb altijd veel vertrouwen van jou gevoeld en de keuzes die ik maakte en ik kon altijd een beroep op je doen voor advies. En dat geldt ook voor Annemie Scholz. Ik heb enorme bewondering voor de manier waarop jij het onderzoeksinstituut Nutrim aanstuurt en ben heel blij en dankbaar voor je steun bij mijn onderzoek en bij mijn persoonlijke ontwikkeling in de jaren dat ik voor Nutrim werk. Daarbij wil ik ook meteen Sef Jansen en Fred Gorissen noemen als steun en toeverlaat voor alles dat met geld te maken heeft. Wat geeft het een fijn gevoel als je zaken waar je zelf totaal geen verstand van hebt, kunt neerleggen bij mensen die in ieder geval net doen alsof ze dat wel hebben. Mijn mentoren van het eerste uur wil ik zeker ook expliciet benoemen. Aart Budde en Hein de Vries. Mijn promotoren. Hein, waar zit je? Bedankt voor het vertrouwen dat je in me had en de potentie die je blijkbaar in me zag toen ik als assistent op de vakgroep rondliep. Aart, van jou heb ik misschien nog wel het meeste geleerd over het doen van onderzoek in de periode dat ik echt nog van niks wist. Hans Brug, die moest zich helaas op het laatste moment afmelden omdat hij in een trein achter een aanrijding met een persoon zat. Dus er helaas niet bij kon zijn vandaag. Wil ik toch bedanken voor het introduceren van mij in het enorm enerverende onderzoeksveld. En voor de autonomie die ik al snel kreeg om mijn eigen pad vorm te geven. Tommy Visser, als mijn eerste partner op dit gebied, wil ik ook heel graag bedanken. Tommy, ik heb vakinhoudelijk heel veel van je mogen leren. Soms zittend aan een bar, soms hangend aan een bar, maar gelukkig ook vaak staand aan een bar. Want dat is toch een stuk gezonder. Nee, ik zal nooit onze bijzondere en leerzame bezoeken vergeten die we regelmatig mochten afleggen aan professor Daan Kromhout. Maar ook aan de lange dagen die we maakten bij het schrijven van subsidieaanvragen, voortgangsverslagen en wetenschappelijke rapporten en papers. Dat zullen we altijd bijblijven. Goede Vrijdag zal voor mij altijd verbonden zijn aan jou. Naast het aanstekelijk enthousiasme dat je hebt en je belabberde voetbalkennis. Er zijn veel mensen die ik in de loop van de jaren tegen ben gekomen en dank ben verschuldigd. Ik ga niet beginnen met het opnoemen van zo'n lijst, omdat ik waarschijnlijk mensen ga vergeten of mensen alleen uit fatsoen ga opnoemen. Dat doe ik dus niet. Maar ik wil wel expliciet alle promovendi bedanken die ik als co-promotor of promotor heb mogen begeleiden of nog steeds begeleid. Jullie hebben allemaal substantieel bijgedragen aan waar we nu staan als groep. Dat ben ik blij met jullie. En het mag duidelijk zijn dat in tegenstelling tot de gangbare gedachten en het beeld dat ik blijkbaar heb opgebouwd door de jaren heen, en even voor de duidelijkheid, deze mensen zijn lang niet allemaal blonde vrouwen. Ik wil
ook de mensen bedanken met wie ik de begeleiding van die promovendi heb gedaan. Je zult misschien sommige namen herkennen op deze slide en misschien dan snappen waarom ik niet voor foto's heb gekozen. Maar voor namen. Verder dank ik alle collega's van de vakgroep Gezondheidsbevordering. In het bijzonder de ondersteuning die ik kreeg van Maya Vissers en krijg van Patricia von Schenkendorf. En de nooit haperende technische ondersteuning van Leon Kolenburg. Binnen, maar ook buiten normale werkuren. Tot slot nog het belangrijkste woord van dank aan mijn familie. Pap en mam, jullie zijn enorm belangrijk voor mij. En het feit dat ik nu hier sta, heb ik voor een heel groot deel aan jullie te danken. Jullie hebben me gevormd en altijd ondersteund en vaak letterlijk aangemoedigd. Mam, ik weet als onderzoeker dat zorgzaamheid een belangrijke factor is in de opvoeding, maar jij hebt die factor echt een nieuwe dimensie gegeven. Daar heb ik echt heel veel respect voor. Pap, je bent echt een voorbeeld voor me. In het werk, bijvoorbeeld in de manier van omgang met collega's. Maar je hebt me ook van jongs af aan laten zien wat echt hard werk is. Maar vooral ook in het leven. Het belang van familie, van plezier, plezier in sport, doen en kijken, in goede en slechte tijden. En daar heb ik ook nog het geluk van twee hele fijne schoonouders. Mijn broers, Bart en Paul, we kennen elkaar zo goed dat we vaak maar een half woord nodig hebben, of soms nog niet eens, en maar meteen overstappen naar de prestaties van ons clubje. Zoals een zin in het clublied luidt: Eendracht mag macht. Hey, dat is eigenlijk nog de beste samenvatting van mijn betoog. Is de pers nog in de zaal? Neem deze nog even mee. Wout en Koen, wat ben ik trots op jullie. Een hele dag op school geweest en dan ook nog hier een uur lang stilzitten. Knap hoor. En natuurlijk Joyce, wat hou ik veel van jou. Ze hadden gezegd dat ik niet aan een roze olifantje mocht denken als ik wat over ze zou zeggen. Dus zitten ze alle drie met een roze olifantje. Ik heb vandaag verteld, wat hou ik veel van jou, had ik dat al gezegd? Oh, in ieder geval niet achter deze microfoon. Nou, bij deze. Ik heb vandaag verteld over hoe belangrijk de context is. En jij toont dat bij uitstek aan. Ik kan succesvol zijn in wat ik doe, omdat jij mij niet alleen ondersteunt, maar omdat ons hele gezin op jou steunt. Je bent eigenlijk mijn eigen hogere orde moderatortje. Ik heb wel eens betere koosnaampjes bedacht, besef ik me. Maar die hou je dan te goed. Ik weet niet of u wilde applaudisseren voor mijn reden, maar ik wil u hierbij graag voorstellen dat als u zo meteen applaudisseert, dat u dat niet voor mij doet, maar voor Joyce. Een applaus voor mijn context. Dames en heren toehoorders, ik heb gezegd. Professor Kremers, van harte gefeliciteerd met deze benoeming. Ik wens u namens het college van bestuur, de hele universitaire gemeenschap, veel succes met uw nieuwe baan als hoogleraar aan deze universiteit. De vraag is altijd, wat blijft hangen aan zo'n oratie? Ik heb me genoteerd, normen zijn net belangrijk. We hebben wel normen in benoeming van hoogleraren, die heeft u op een goede manier vervuld. En ik denk, die zijn ook in deze context belangrijk. Ik denk, uw werkveld past heel goed in onze omgeving. De integrale aanpak die uw onderzoek heeft, is ook een aanpak die we hier zeer op prijs stellen. Samenwerking tussen verschillende vakgroepen,
tussen de universiteit, het ziekenhuis, klinici en theoretische onderzoek op een ideale manier in een aansprekende omgeving samenbrengen. Dat is een beetje het concept in Maastricht. En ik denk, de inbedding van deze onderzoek is uitstekend. En ik ben overtuigd dat u een succesvolle verdere carrière zou hebben. Ik had wel de indruk dat beeld, dat plaatje met de heel veel logo's van samenwerkingspartners lijkt een beetje op confetti. En ik denk de uitdaging zal zijn in deze complexe landschap ook een goede netwerk verder op te bouwen en ook te bewaken voor de toekomst. Ook hier wens ik u heel veel succes. Ook succes dat de maatschappelijke relevantie van deze onderzoek altijd ook zo goed geaccepteerd wordt in de maatschappij. En nog soms beter dan die van andere onderzoeksvraagstellen die ik iets moeilijker heb in universitaire omgeving. De onderzoek is belangrijk en het is een van de hoofdlijnen die we hier ook in Maastricht, zeker in de toekomst, met enthousiasme zullen steunen. Tot slot wil ik de gezelschap vandaag uitnodigen voor de receptie. Die is vandaag in de Bonbonnière. De hoogleraar in het college zijn van harte uitgenodigd nu met de pedel naar buiten te gaan en u ook nog persoonlijk te feliciteren. En ik sluit hiermee deze academische zitting.